Ja, een hele goede dag allemaal. Kefteling hier en we zijn weer in de Efteling. We gaan weer een leuke dag van maken. We hebben een primeurtje vandaag. De nieuwe wintercollectie beeldjes van de soort Antropiek serie zijn er weer. Dus we gaan even naar de Marskamer toe om te laten zien. We gaan nog even bij de wereld van Simbad kijken. En bij Bakkerij Krummel. Daar zijn van de week foto's van mij zien, of daar hebben we van de week foto's voorbij zien komen. Dat het er heel erg mooi, Picobello, mooi uitziet binnen. Bedankt Eftel Wesley voor de beelden. Gisteren heb ik op Twitter de eerste decorering voorbij zien komen van Sirocco. Hey Bartje! Ben je vloggen? Ja, zeker. Hoe is het? Ja, goed. Dan ben je zien, jongens. Zie lang. Ja, houden. Dat was onze Bartman. Wat was ik aan het vertellen over de lampen bij Sirocco die zijn gespot. Dus daar probeer ik vandaag ook een beetje materiaal van te krijgen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. Wat nog meer? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ga jullie daar ook nog even iets leuks vertellen. Maar dat doe ik pas als we op het Waggelplein zijn. Daar hebben we nog wat leuks te melden over Kleine Boodschap. En misschien wat nieuws, maar... Of wat groot nieuws, maar dat is maar kleins. Goed, we gaan naar binnen en dan gaan we gauw beginnen. Veel kijkplezier! Veel kijkplezier met Kefteling! Nou, ik loop hier dus op het Dwarrelplein en waar de Vrolijke Noot en zo is en waar het Efteling Theater bijna staat en de gebakken Hollandse gebakken kraam waar ze oliebollen en zo verkopen. Daar hebben we gisteren iets leuks over gehoord. Ja, iets leuks. Tenminste, er kwam bij Kleine Boodschap voorbij en gaan geruchten rond, maar dat is vrijwel zeker nog niet zeker, dat er hier op dit plein een grote verandering gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk over anderhalf jaar pas, in 2023 of zo. Dat hier ook een hotel zou moeten komen. Een hotel bij de ingang. Ik zelf vind dat een beetje, op je af zien komen. Ik moet er een beetje aan wennen dat ze hier waarschijnlijk een hotel willen hebben bij de ingang. Het is natuurlijk heel makkelijk. En als het hotel hoog wordt, dan heb je natuurlijk prachtig uitzicht op Aquanura natuurlijk in donker. Dat lijkt me wel heel gaaf. We moeten het allemaal eerst maar zien afwachten. Of die geruchten waar zijn. Dus ja, vandaar. Nou, we gaan op naar de oude Marskramer. Zo. Het is nu in de attractie, dus het is ook ik sta hier dus bij de nieuwe Efteling collectie van de beeldjes, maar alleen de drinkboer van het Antropiekplein zit of hangt er nog. De rest is er nog niet zo. Die zijn ze allemaal een beetje aan het uitpakken. Dus ik kom later op de dag wel een keertje terug, denk ik, om te kijken hoe ver ze zijn. Dus die krijgen hier nog te goed van mij. Nou, komt dus net de oude Marskramer uit. De nieuwe beeldjes zijn er nog niet zo helemaal. Dus misschien vanmiddag, maar ik ga vanmiddag wel even terug om te kijken of er dan al iets staat. Goed, we lopen nu richting Reisrijk. Dan geef ik jullie even een klein updateje van de wereld van Sindbad. Ja.
Ja, en daar hangen de nieuwe lampen voor Sirocco. Het zijn prachtige lampen. Schitterend. Ja, jullie kunnen vast wel zien waar ik loop. We zijn net eventjes bij de Symbol wezen kijken. De lampjes zijn mooi trouwens. Ja, we staan nu op de picknickweide. En hier komen we vanaf 15 november. Goed zeg, 16 of 15 november. Komt hier weer de winterweide. Ik heb er nou al zin in. Ja, ik vind de winterweide persoonlijk vind ik veel leuker dan het ijspaleis wat hier altijd stond. Ja, zo'n grote witte tent, daar vond ik nooit zoveel aan. De winterweide is veel sfeervoller. Met al die kraampjes en die lampjes en het kampvuur hier in het midden. Er komt waarschijnlijk dit jaar ook wat meer entertainment, maar dat is ook nog niet zeker. Dus ja, bij deze. Nou, ik heb er nou al zin in. Nou, bij Bakkerij Krummel zijn ze ook al een heel stuk verder. De binnenkant is zo wat een beetje als af, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar ik laat wel wat beelden zien, denk ik, dadelijk. En dan, ja. Ik zie dat het wel mooi wordt al, dus ja. Waarschijnlijk in november open. Ja, we gaan nu in een attractie waar ik al meer dan een jaar niet ben in geweest. En ik zal je even zeggen waarom. Ik vond het heel jammer dat de voorshows vol met schermen stonden. Dat vond ik echt jammer. Die zijn nu gelukkig weer weg. Dus ja, om hem nou een keertje te doen, vind ik niet zo erg. Maar we gaan dus weer een keer in Villa Volta. Mijn klot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doel valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Nou, ik kom net uit Villa Volta. Het was weer een keer leuk, maar ik ga hier niet meer in met al die rillende kinderen omheen. Dat is verschrikkelijk in die voorshows. Vooral, steeds maar praten. Ze weten ook geen van onder, ophouden, die schoolkinderen. Baba, daarom haalde ik zo als schoolreisjes hier zijn in de Efteling. Maar ja. Nou, we zitten even in de trein. We gaan even naar station De Oost. Daar ben ik ook nog niet binnen geweest.
sinds de coronamaatregelen over zijn. Dus daar gaan we ook eventjes weer heen. Ja, leuk. Zo, dit is ook weer een tijd geleden dat ik hier heb gelopen. Dus ja, we gaan eens even kijken hoe het binnen is weer. Ja, dit is leuk dat het open is, natuurlijk weer mooi, hè? Alleen, ik heb dit niet zo gemist, dat apparaat. Zo, we zijn even in het spookslot geweest. Daar ben ik ook al een tijd niet meer in geweest. Dus hebben we ook weer even een keer gedaan. Want nu komt het Halloween seizoen eraan. Dus ja, vandaag. Ja, we gaan nu even naar de Max Single Rider van Max & Moritz. Daar ben ik nog niet geweest. Dus daar kan ik ook eventjes aan jullie laten zien natuurlijk. Daar ben ik nog niet geweest. Dus daar gaan we ook even een kijkje nemen. Nou, we lopen hier dus in de single rijderlijn. En het bevalt tot nu toe goed, dus je kunt lekker doorlopen. Dus ben je dan zo lang blijven wachten bij iets. Kijk, hier hebben we nog een mooie tekening. En dan gaan we hier splitsen. Waar gaan we heen? Nou, ik denk dat ik een keer in Moritz ga. Dat is lang geleden. Zo. Kijk, en dat moeten we nou hebben. Doorlopen. Toppie. Zo, ik ben net nog eventjes in het Efteling Museum geweest. En ja, daarna ben ik nog eventjes naar de bouw van het Simbadwezen kijken. Het ziet er al mooi uit. Ze hebben een wachtrijbruggetje hebben ze al toegevoegd. Dat zien jullie wel in de update van mij van de wereld van Simbad. Even denken. Ik ben nog even in de pagode geweest. Ook even lekker. Het zonnetje is weer lekker aan het schijnen. Dus we gaan er even een lekker uurtje van maken. Lekker kort, klein kort uurtje. Want het heeft wel 3 uur geregend of zo hier. Dus dat is wel jammer van de tijd hier. Maar dat maakt niet uit. Ik ga nog eventjes een rondje maken in Joris en Draak. Want daar stond niet zo heel veel minuten wachten. Dus dan ga ik maar eens lekker in de Single Riders Line. Van Joris en Draak.
Ja, het was niet zo'n hele lange vlog volgens mij. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van het kijken. Het is een beetje slecht weer geweest vandaag, maar dan mag ik de pret niet bedrukken. Ja, ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Vergeet mij ook niet te volgen op Twitter en op YouTube. En abonneren op YouTube is, ja, dat kan hieronder ergens, hè. Abonneerknop. Dus ja, bedankt voor het kijken weer en tot de volgende Kerstplein video allemaal. Dag allemaal!